Ze is een Forge cleric, ze heet Bonnie. Ze is richting einde van haar leven opgegroeid tussen de dwergen. Dus dat heeft haar een beetje een Rotterdamse attitude gegeven. En je moet gewoon niet zollen met Bonnie. Kunnen orks en draken de wereld redden? Vanavond buigt een gezelschap bestaande uit een wetenschapper, een schrijver, een fan en een activist zich over deze belangrijke vraag. Ik ben Isabel Sheridan, jullie moderator, en welkom in de Bali. Dan is het nu mijn grote, grote, grote plezier om internationaal bestsellend auteur, schrijver van vele fantasyboeken, aan te kondigen, Thomas Alden Heuvelt. Graag naar voren wil ik hebben Dan Hester Forrest, mediawetenschapper. Ik wil je natuurlijk als wetenschapper hier op de bank vragen wat fantasy eigenlijk is. In horror moet je altijd een monster hebben op de een of andere manier. Mm-hmm. Dat definieert horror. En dat monster dat kan ook niet dood, want het moet altijd blijven bestaan. Want anders, als het opgelost is, dan is het niet meer eng. Je kan zeggen van, dan is science fiction is een soort van speculatief denken over technologie. En wat nou als je een technologie kan ontwikkelen die nu nog niet bestaat, maar waar we wel over kunnen speculeren. Mm-hmm. En dan is fantasy van, ja, maar dan wat nou als magie echt was. Als je er goed naar gaat kijken, dan zijn dat hele, nogmaals gebrekkige definities. Alles science fiction, fantasy en horror is één ding. Het is gewoon fantastische fictie, zo noem ik het graag. Ja. Voordat ik Hex had geschreven, waarmee ik doorbrak en nog niet zo bekend was, toen zette mijn uitgever, mijn eerste grote uitgever, die markte mij eigenlijk als een fantasy schrijver. Ik voelde me er zelf niet zo comfortabel bij op dat moment. Ja. Maar Jacques Post, hij was een oude rot in het vak. Hij was eigenlijk op dat moment de fantasy uitgever van Nederland. Hij zei van, ja, weet je moet het breder zien, je moet het breder trekken. Fantasy is eigenlijk, zijn alle verhalen waarin iets gebeurt wat niet kan. Of het nou is iets in de toekomst, of iets met een technologie die we nog niet kennen, of iets met inderdaad monsters, iets wat je angst aanjaagt, zoals een horrorfictie, of iets in een totaal andere wereld, zoals in fantasy. Fantasy zijn dingen waar dingen in gebeuren die niet echt kunnen. Er was een oud-Nederlands fantasy-schrijver, W.J. Marison, die is ooit op een boekenbal naar Harry Mulisch gestapt. En toen? En die zei van, nou ja, eigenlijk is de ontdekking van de hemel ook fantasy. Ja. En wat zei Harry Mulisch? De letter had hij gelijk. En Harry Mulisch. Nee. Harry Potter wil ik zeggen. Harry Mulisch. Dat is een ander verhaal. Keek hem aan met grote beledigde ogen en liep weg. Ja. Wat trekt ons zo aan in fantasy? Ik ging Engelse literatuur studeren. En ik merkte bij Engels van alles wat je kreeg te lezen, dat was klassieke literatuur. En het was een soort van psychologisch realisme en historische fictie en zo. En er zat eigenlijk helemaal geen genrefictie bij. En ik ben toen een tijdje, ben ik dus soort van erin getrapt. Zo van, oh, dat moet je op een gegeven moment ontgroeien, weet je wel. Mm-hmm. Maar toen op een gegeven moment, die magneet van fantastische fictie trok me vanzelf weer terug. En het grappige is dat op het moment dat je ervaart ten eerste, natuurlijk, er is heel veel slechte fantastische literatuur. Maar dat is in elk genre. Ja. Maar datgene wat ik altijd mis als ik dus een realistische, een niet-fantastisch roman lees, is dat ik denk, ja, maar ik snap hoe deze wereld werkt. Dat is gewoon mijn wereld. Ja. En ik, alle dingen die een goede roman je kan geven, leuke personages, een spannend plot, weet je wel, een omgeving waar je in kunt verliezen, dat heb je ook in fantastische genres, maar dat heeft meer. Want altijd die vraag van, maar hoe werkt deze wereld en hoe is die anders dan die je ken, die maakt dat je vragen gaat stellen. En dat vragende, dat zit voor mij in alle fantastische fictie. Ja. Thomas? Ik was volgens mij 11 toen ik in een boekhandel stond en al die pockets, was echt de jaren 90, al die pockets van Stephen King zag staan. En toen mezelf voornam, dat wil ik later ook als ik groot ben. Er waren een heleboel mensen die zeiden van, ja, maar fantasy, dat is niet iets Nederlands. Of horror is niet iets Nederlands. Dat verkoopt hij niet, dit en dat. Is dat zo? Is dat ook echt zo? Weet je wat het is? Van, wij hebben geen
cultuur waarin dit soort verhalen... Ja, het is geen traditie. Precies. Ja. Ja, ja. En als er geen traditie is, dan weten mensen niet hoe ze... weten ze niet zeker dat er een publiek voor is. En ze weten niet hoe ze moeten verkopen. Mm-hmm. En het hele model, dat, ja, dan snappen ze niet wat ze ermee aan moeten. Mm-hmm. Maar toch is dat wel iets wat de laatste 10, 15 jaar echt heel erg is veranderd. Kijk, in Amerika, waar heel veel fantasy en horror, speculatieve literatuur vandaan komt. Natuurlijk ook logisch, want dat land is gevormd. Ik heb American Studies gestudeerd en Amerikaanse literatuur gestudeerd. Dus ik ken die literatuur goed. Maar dat land is gevormd doordat godvrezende mensen en duivelvrezende mensen naar een onontdekt land kwamen. Ja. Wat vol wilde dieren en geheimen wilde en donkere natuur, bossen en wilde natuur volkeren, zat. Oude bomen. Manifest Destiny, die grens steeds verleggen, ontdekken. Ja. Dan krijg je natuurlijk een totaal ander soort verhalen uit dan als je eeuwenlang vastzit in de klei. Weet je wel? Gewoon. Het zijn veel plotgedrevener verhalen en veel meer waar het bijgeloof een rol in speelt. Maar ik denk waarom die boeken het ook zo goed doen, ook in het buitenland. Juist omdat het een ontzettend Nederlandse, nuchtere inslag heeft. In mijn boeken reageren de personages anders dan in Stephen King's werk. Of anders dan in het werk van Amerikaanse schrijver. Kan je het verschil uitleggen? Nou ja, waar zit hem dat in? Die nuchtere Hollandse, uit de klei komende inslag. Zeg maar. Als er in ieder willekeurig boek of film een vrouw met dichtgenaaide ogen in de hoek van je slaapkamer verschijnt, dan rennen de personages gillend weg, slaan ze de deur dicht en zien je ze nooit meer terug. Als in mijn boek gebeurt, we zijn Nederlanders, oké, je went eraan, je hangt er een handdoekje over en je gaat de krant lezen. Aafke Romein, de debuutroman, was een science fiction roman over een pandemie. Ze had al een eerste roman geschreven, een soort realistische roman. Was ze niet blij mee. Ze zei, nee, ik wil dat boek niet uitgeven. Ik wil iets veel vetters doen. Ik wil een science fiction roman schrijven. De uitgever die zei, sorry, science fiction. Wij weten niet wat we daarmee aan moeten. Toen zei ze, oké, ik weet het. Speculatieve fictie. En zeiden ze, vertel. Ik moet meteen denken aan hoe in de jaren 90 was er ook een soort van hele nieuwe markt ontdekt voor stripboeken. Iedereen keek neer op stripboeken, want stripboeken waren dingen die, dat is gewoon voor kinderen en dat is, weet je wel, flats en flauw en oppervlakkig. Maar toen werd er opeens een nieuw publiek aangeboord met boeken zoals Mouse en Watchmen en The Dark Knight Returns. En dan was er van, nee, maar dit is geen stripboek, het is een graphic novel. En ineens was dan dat hele stigma van een heel soort genre of zelfs een medium wat werd geassocieerd met een soort ghetto in de cultuur. Mm-hmm. Dat werd verheven tot iets wat in ieder geval die naam van iets literairs in zich had. En dat is volgens mij is gewoon een soort truc die wordt uitgevoerd om mensen die neerbuigend doen over populaire cultuur en over volkscultuur en populaire fictie, om hen aan boord te krijgen, zodat zij ook kunnen ervaren van, maar dit shit, het is gewoon net zo vet, misschien eigenlijk veel leuker dan andere soorten literatuur. Staaltje slimme marketing. Ja, absoluut. Het is tijd om mijn volgende gast aan te kondigen. Lise Korpershoek. Lise is mediamaker, illustrator en fantasyfan. Ze speelt Dungeons and Dragons. Maar misschien ook nog heel veel kort in één zin wat het precies is. Theater of the Mind. Precies 4 jaar geleden speelde ik mijn eerste spelletje Dungeons & Dragons. En ik weet nog dat we bezig waren en dat we aan het dobbelen waren. En dat ik denk, wat de fuck zijn we nou aan het doen? Ik snapte het niet en ik denk, wat kan ik nou wel en wat kan ik nou niet? Maar ik weet nog dat ik de volgende dag was ik mijn was aan het opvouwen. En toen was ik aan het nadenken over hoe we die honden probeerden te verleiden om toch vrienden van ons te worden in plaats van ons dood te bijten. In het spel. In het spel. Ja. En toen dacht ik... Ik dacht dat het duidelijk was. En toen dacht ik, wat ontzettend fantastisch is het dat we een soort gemeenschappelijke droom samen, dat we iets hebben meegemaakt wat niet echt was, maar wel echt was voor ons in dat moment, waarin er echte keuzes werden gemaakt, die dan beïnvloed worden door het gooien van dobbelstenen. Laag, dan lukt iets niet, even kort door de bocht, en hoog, dan lukt het goed. Want je speelt het met mensen. Je speelt het met mensen. Je speelt het met verschillende spel. Karakters. Ja, ja. Ja. En toen dacht ik, wat vet. Ik heb gewoon allemaal herinneringen met vrienden die zoveel leuker zijn dan in de kroeg staan. Is dat ook nog eens het karakter waarmee je speelt? Nee, ik ben ondertussen om een derde karakter. Ja. Ik ben ook nog Dungeon Master geweest. Maar ik ben nu een Turtle Cleric. Ze is een Forge Cleric. Ze heet Bonnie. Ze is richting einde van haar leven opgegroeid tussen de dwergen. Dus dat heeft haar een beetje een Rotterdamse attitude gegeven. En je moet gewoon niet zollen met Bonnie.
in het kiezen en het ontwikkelen van personages. En voor sommige mensen is dat iets waar ze hun leven lang mee bezig kunnen zijn met één personage. Dat het iets kan zijn wat iets is wat je in je echte wereld niet kwijt kan. Weet je? Ik heb altijd in Dungeons & Dragons alleen maar vrouwelijke personages gespeeld. En ik wist in het begin ook nooit waarom. Ik dacht gewoon, ja, dat ben ik. Die identiteit heb ik niet in de echte wereld. Mm-hmm. En dat voel ik als een soort van beperking. Ja. Maar daar kon je je voorstellen van hoe is dat... Weet je wel, hoe is dat je nou? Je inleven in iets anders. Ja, en je gaat het prikkelt daarmee je verbeelding. Het maakt het makkelijker om je in een ander in te leven. Mm-hmm. En je leert door in interactie met een diverse groep andere mensen om je daar een voorstelling van te maken. Nou, dat vind ik echt. Ik kan het niet hoog genoeg aanprijzen. Het is bijna een soort van groepstherapie-achtige functie, waarbinnen je een soort van dingen uitprobeert die je in het echte leven niet zo snel zou doen. Ja. Want ik ben altijd heel zo vriendelijk en ik maak mezelf vaak klein naar andere mensen, maar Bonnie niet. En nogmaals, zeg maar, ik heb over Treebeard en tijd. Maar het is echt. Bizar wat er met tijd gebeurt als je zit te D&D'en. Het is echt van, wat? Er zit wel 7 uur op die tafel. Het is bizar. Zijn we nu echt helemaal af van het stigma van geek? En niet helemaal, maar ik ben opgegroeid in de jaren 80 en 90. Ja. En toen was het heel duidelijk verschil tussen de nerds. En geeks was niet echt iets. Je was een nerd. En dan had je interesse in technologie en rare, weet je, subcultuur als fantasy en science fiction. En je had gewoon een mainstream cultuur. En die mainstream cultuur die moest er niet zoveel van hebben. Dan was je normaal. Ja. Weet je wel? En dan luister je gewoon naar Bruce Springsteen, normale muziek. En wat je nu hebt, in de 21ste eeuw veel meer, is dat idee van mainstream cultuur, dat bestaat niet echt meer. Er is niet één grote mainstream cultuur. We krijgen allemaal via Facebook en via Twitter en via YouTube en Netflix krijgen we via een algoritme dingen voorgeschoteld die specifiek bij jou passen. En we worden aangemoedigd om onze eigen weirde dingen te vinden. En het mooie daarvan is, dat is hoe in ieder geval Neal Stephenson dat uitlegt. Hij zei, ja, iedereen is een geek over iets. Weet je wel? Iedereen heeft een ding waarvan hij heel veel weet, waar hij heel gepassioneerd van is. Als je praat met je loodgieter, weet je, als die bij je in huis komt, en je raakt aan de praat over een hele specifieke interesse die hij heeft, die is gewoon gigantisch, gewoon een enorme Formule 1 enthousiast, of die is een enorme horrorfan of zo. Iedereen heeft van die dingen waar hij heel veel van weet. En de massacultuur was vroeger zo van, ja, dan moest je eigenlijk niet delen als je dat had. Want dan hoorde je niet bij de grote groep. En nu is het bijna omgekeerd. Het is van hoe specifieker en hoe eigener en individueler jouw interesse is, hoe beter. Want dan onderscheid je meer. En dat is ook hoe de cultuur nu werkt. Dus het wordt ook wat moeilijker om een soort van gedeelde realiteit te ervaren. Weet je wel, met meer mensen. Het zijn allemaal, we worden veel meer soort van kleine verzamelingen, kleine, soms overlappende subculturen. Mm-hmm. Maar ja, die kunnen zich dus ook zo sterk ontwikkelen. Als je kijkt naar anti-vaxxer groepen of zo, dat is net zo'n soort van subcultuur. Dat iedereen eigenlijk een beetje zijn eigen afscheiden van de realiteit. Dat het moeilijker wordt om elkaar te vinden. Dus dat is denk ik een nadeel van datzelfde proces. Ik vraag me heel erg af of fantasie ook een bedreiging vormt voor de ideeën de normale ideeën die we hebben. En of zeg maar het opstaan van een woke-achtige cultuur of een woke cultuur die steeds groter wordt, waarin er gewoon steeds meer ruimte is voor meer, ook opening biedt voor iets als fantasy of andersom. Ja. Snap je? Ja. Nou, dat heeft twee kanten. Hè? Want het grappige is, ik heb hier toevallig een heel boek over geschreven. Dus dit wist ik echt niet. Koop Dansen boek. Dat boek heet Science Fiction, Fantasy and Politics. En het gaat om hoe verhaalwerelden in fantasy, dus in science fiction, fantasy, horror, hoe die een andere wereld voorschotelen. Maar het gekke daaraan is dat hoe vreemder die wereld voor ons is, hoe moeilijker het voor ons wordt om ons erin te verplaatsen. Mm-hmm. Dus je moet een soort van balans vinden tussen het reproduceren van een soort deel van de werkelijkheid die je kent, maar daarbovenop een soort laagje wat het anders maakt. Mm-hmm. En als je dus bijvoorbeeld kijkt, en dan kom je dus op grote problemen in science fiction en fantasy, precies wat dat aspect van diversiteit betekent, dan zie je dat de dominante neiging klassieke science fiction en fantasy is geweest om in wezen de sociale orde van de wereld zoals we die kennen te reproduceren. Ja. Dus ik heb in de kerstvakantie heb ik dus de extended editions van de Lord of the Rings films weer
achter elkaar zitten kijken. Zoals mensen dat doen in 30 uur later. Dat zeker dan doet, want dat ga je anders doen. Maar, en dan denk je, je kijkt ernaar, je denkt van, shit, dit is echt fucking racistische films, man. Weet je? Want het is allemaal, het is mooi met verbeelding gemaakt en zo. Ja. Maar het feit dat heel veel neonazi-groepen en ecofascisten en zo een enorme voorliefde en passie voor Tolkien hebben, dat is niet per ongeluk. Dat is omdat die wereld het idee omhoog houdt van, er was vroeger een wereld, die was puur en mooi en schoon. En toen waren er allemaal verschillende rassen en die mengden zich niet met elkaar. En er waren donkere mensen uit het oosten en het zuiden en die kwamen ons binnenvallen en die moesten gestopt worden, want dat zijn allemaal enge orks. En dan denk je, wow, wacht even, dit is niet zo heel onschuldig of zo, weet je wel. En de paradox is dus dat heel veel mensen die horen tot groepen zoals vrouwen of mensen of zwarte mensen of mensen die niet heteroseksueel zijn, die houden enorm van die genres, van fantasy. Maar die moeten best wel wat werk doen om het te vertalen naar hun eigen ervaring. Dus die moeten zeggen, hoe lees ik een boek zoals Lord of the Rings, waar wezenlijk geen vrouwen in voorkomen, zowat, of alleen die op een soort voetstuk worden gezet of zoiets, weet je wel. En hoe heb ik daar dan, hoe herken ik mijzelf daar dan in? Ja, ik ga alvast mijn volgende gast aankondigen. Dat is Freya Terpstra. Medeoprichter van Queer Arcana, een collectief dat live Dungeons and Dragons voorstellingen in drag organiseert. Wild, hè? Ja. Enorm wild. En wat een prachtig concept. En daarnaast ben je ook onderzoeker op het gebied van media-representatie en discriminatie van de LHBTI+ community. En je doet ook aan live action roleplay. Ja, een nog yet verboden woord vanavond. Ik ben heel benieuwd wat daarover gaat gebeuren. Is dat het verboden woord? Nou, ik verzamel een beetje een soort van geek hobby's. Dus ik voel mezelf op dat punt een beetje jack of all trades. Of ik speel magic, een soort van LARP met een hele grote groep vrienden. Ik organiseer LARPs, dat is nog meer een faux pas, zeg maar. In de normale wereld. En D&D heel vaak. En hebben dan ook nog een soort van een drag D&D show gedaan. Ja. Dus we verzamelen gewoon met een paar vrienden die dat leuk vinden. Gewoon allemaal van die hobby's bij elkaar en kijken wat we ermee kunnen. Ja. Dus Queer Arcana was op die manier ook een soort theaterexperiment. Gewoon om te kijken, kunnen we, want drag queens die veroveren een podium. En normaal kan je er al niet zeg maar twee op een podium hebben, want dan is ruzie. Ze dachten, we gaan gewoon een party maken van vier drag queens, zeg maar. En die zijn dan D&D-karakters. En dan gaan we daar een fantasywereld mee proberen te spelen. Dus dat waren D&D-shows. Eigenlijk in de zin dat bijvoorbeeld Critical Role zouden doen, maar dan staand. Dus we moeten het ook fysiek uitspelen. Dus het was echt flink intensief ook voor de spelers. Veel queer mensen voelen zich ook heel erg aangetrokken tot het fantasy genre en zo. Is dat herkenbaar voor jou? Ja, zeker. Queer Arcana? Ja, nou goed, ik ken heel veel LBTI'ers ook, omdat ik daar werk mee doe. En omdat het, dat gaat snel zo. Maar de meeste daarvan die zijn wel inderdaad fantasy of sci-fi liefhebbers. Het is echt heel normaal geworden in die community. Ja. Ja. Waarom zijn we echt begonnen met die avonden van Dungeons & Dragons in drag? Het was ook bedoeld als theaterexperiment van, kunnen we een soort van improvisatietheater mengen met soort van dat kostuumdrama met zeg maar rollenspellen die regels hebben op een bepaalde manier. Want wij wisten wel, ik was dan verteller en schrijver. En ik wist wat er ging gebeuren, maar de rest totaal niet. En dat is heel stressvol op een podium, denk ik, als je niet een getraind improvisatiekunstenaar bent. Mm-hmm. Maar aan het einde hadden we iets. En toen dacht ik, het was ook heel leuk om te zien hoe daar die community samenkwamen. Want het was een heel divers publiek altijd, maar het was altijd uitverkocht. Ook tijdens COVID. Dus we moesten echt super opletten, zeg maar, met de veiligheidsregels altijd. Maar het was gewoon heel leuk om te zien hoe daar ook echt een beetje meer oude garde fantasy geek, zeg maar, dan samenkwamen met die nieuwe LBT-garde die dat ook vet vond. Echt een hele mix kreeg. Ja, totaal. Ja. Hoe inclusief is fantasy eigenlijk? Ik denk dat er in ieder geval gigantisch veel stappen zijn te zetten. Kijk, als we bijvoorbeeld naar D&D kijken als community, dat ik ben 7, 8 jaar geleden begonnen, toen 5.1 net uitkwam. Dat was echt wel even een andere wereld waar we instapten toen dan dat je er nu instapt. Wat is het verschil tussen die werelden? Nou, met Queer Arcana organiseren we bijvoorbeeld ook LBT-specifieke inclusieve spaces. Of voor mensen van kleur met disabilities en dergelijke. En daar, dat heb je expliciet opengemaakt. Maar gatekeeping is wel heel lang echt een ding geweest in heel veel fantasy
communities en ook heel erg D&D. Omdat het natuurlijk heel regel-heavy is. Dus het is heel erg zo van, ja, je komt onze wereld in. Je hebt kaders. En, ja, precies. Zijn ook beschermd daarover, kan ik me ook wel voorstellen. Ja, en ook omdat het vroeger echt niet cool was. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook helpt. Van, ja, maar wij hebben gesufferd hiervoor, zeg maar. En dan kom jij binnen en dan is het leuk ineens. Dat is niet de bedoeling. Een hele serieus, ja, spelen een heel serieus spel. Ja, precies. Ja. Dus ik denk dat dat heel snel veranderd is. Tegelijkertijd, we organiseren dus ook een LARP-organisatie. Ik LARP heel veel. Het is eigenlijk improvisatietheater, vaak in een bos of in een andere plek waar je wat je een weekend af kan huren. En dan ga je gewoon een verhaal spelen met elkaar, een heel weekend in je karakter. Ook vet vermoeiend, maar heel vet. Het is eigenlijk een soort van D&D on steroids op een bepaalde manier. Maar ook een plek waar je nog meer dan met D&D, naar mijn idee, kan experimenteren met heel veel dingen. Een soort van in een rol kan kruipen. Ook wat jij net zei, het zijn heel veel mensen die ik ken die cross-gender play doen op LARP, omdat dat daar kan. En dat je dan vette dingen kan ontdekken. Het probleem als het gaat om die diversiteit en het idee dat die cultuur en ook heel veel van de literatuur daarbinnen heel lang heel erg sterk gedomineerd is door, zeg maar, nou ja, let's say together, witte mannelijke heteroseksualiteit. Mm-hmm. Dat is hetzelfde probleem wat in alle media-industrieën heeft gezeten. Namelijk dat de mensen die die dingen publiceren en er geld aan verdienen, in hun perceptie was het een genre waarvan het primaire publiek witte, jonge, hetero mannen was. Ja. Dus toen Star Wars bijvoorbeeld uitkwam en een enorm succes was, toen stonden er net zoveel mannen als vrouwen voor in de rij. Ja. Maar in de ogen van de studio was het van, oh, dit is echt iets voor jongens. Want dat zijn wij en we zien het erin terug en we zien het in het verhaal. Dus we gaan nu keer op keer gaan we dingen maken en al die poppetjes maken die zijn gemaakt voor die groep. Ja. En er is heel weinig communicatie over en weer geweest tussen het eigenlijke publiek van fantasy en science fiction en andere en fantastische genres. Ja. En de mensen die er geld aan verdienen, die heel lang dat als een soort van idee fix in hun hoofd hadden. Ja. En dat heeft een hele lange staart gehad. Maar daar zie je inderdaad dat er veel meer ontwikkeling in de laatste 10 jaar is geweest wat dat betreft. Mm-hmm. Ik denk ook dat er echt een groot verschil zit tussen, zeg maar, fantasy zoals we dat in sommige oude garde fantasy soort van. Wat naar mijn idee echt van tropes aan elkaar hangt inmiddels. Echt als een loshangende trui. En moderne fantasy, ook op de manier waarop jullie dat beschrijven, soort van waar het masht met genres op dat manier, ja, daar hou ik gewoon van. Maar het interessante is, ik ben heel erg gelovend in wat je zegt over dat het ook heel erg met kapitaal te maken heeft. Maar tegelijkertijd, kijk, niemand verdient op LARPs. Dus je zou denken, oh, dat is dan een plek waar dat niet voorkomt. Maar totaal niet. Een soort van, er zijn vet veel LARPs waar je vet veel seksisme, een soort van fantasy-racisme hebt, een soort van appropriation van culturen, wat je echt denkt van ja, misschien zie je dat niet op eerste instantie, maar als je het gaat zien, denk je, holy fuck, dit is echt niet, niet goed. Dus dat is ook iets wat wij heel graag willen doen, van er zijn daar echt ook, net zoals bij D&D, heel veel hele grote stappen die daarin worden gemaakt. En we willen het gewoon een keertje echt goed doen. Dus dat is ook wat wij proberen met onze organisaties, gewoon een keertje een echt een veilige, inclusieve, maar ook gewoon hele vette soort van LARP-setting te maken. In de literatuur is het, denk ik, op dit moment een van de meest inclusieve genres en subculturen die ik ken. Maar dat is wel een switch gekomen rond 2016, 2017. Ja. In de Verenigde Staten, de jaren daarvoor, 2014, 2015, toen werden de Hugo Awards, wat de grootste awards voor science fiction zijn, gekaapt door een groep ultraconservatieve, oude, witte, christelijke science fiction schrijvers. Die hun werken nomineerden en die ballots overvloeiden met dat soort werken. En hun achterban lieten stemmen daarop. Waardoor je als reactie tegen dat er een beweging was, dat genre steeds inclusiever wordt en dat er steeds meer minorities een stem krijgen en dat soort dingen. Ja, je zag ook heel veel woede op er in die nieuwe Lord of the Rings series ineens zwarte elfen zitten. Ja. Dat mensen ineens heel erg boos zijn van, maar dat kan niet, dat is niet hoe dat was. Ze werden de sad puppies genoemd, van buitenaf zeg maar ook, want het was ook nog een beetje een sad bedoeling allemaal. In hoeverre zien jullie fantasy als een effectief genre of effectief iets om
maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Roald Dahl, een goed voorbeeld, die groeide op bij kostscholen waar hij stokslagen kreeg, waar hij zweepslagen kreeg. Had een gruwelijke haat jegens volwassenen. Daar had hij een soort een didactisch verhaal over kunnen ze over kindermishandeling. Dat, nee, hij schreef de heksen, weet je wel, over volwassen en Mathilda, wezens. En Mathilda ook, zelf precies. En dat zijn verhalen die tot de verbeelding spreken en daardoor jou als kind al meevoeren en meenemen en waar je het door het ook gaat herkennen. Maar het mooie ervan is volgens mij dat je dus ook zonder dat er expliciet wordt gezegd van ik zie de wereld zo of ik sta politiek daar, is dat je bij dat lezen van zo'n boek absorbeer je heel sterk wel dat wereldbeeld van die schrijver. En voor sommige mensen betekent dat dus dat ze er heel erg op aanslaan, hè, dat ze iets lezen. Als je science fiction fans lezen vaak dingen van Robert Heinlein bijvoorbeeld, weet je wel. De gekke science fiction schrijver, ook een soort aardsconservatief. Weet je wel? En dat merk je in dat militarisme van zijn boeken, dat het erg tegen fascisme aanleunt. En dan voel je gewoon van, ja, ik vind het toffe verhalen, maar er zit ook ergens een heel soort naar wereldbeeld onder. Mm-hmm. En zo reageer je tegelijkertijd op het verhaal, maar ook op het wereldbeeld wat erin zit. Ja. Ik denk dat in ieder geval wel heel veel deurtjes opent in je hoofd, die anders dicht waren gebleven, die je denk ik weer op naar andere oplossingen kunnen sturen of brengen. Nou ja, ik denk dat fantasy een supergoed vehikel is voor maatschappelijke kritiek. Omdat ook voor heel veel mensen die denken, oh ja, kijk fantasy of ik hou van fantasy. Dat zijn de Tolkien's of ten dele de Harry Potter's. Ja, en qua maatschappijkritiek ligt de bar dan hier. Dus als je dan het hier legt, dan is het ineens heel chockerend. Bijvoorbeeld, oh, zwarte mensen soort van in Tolkien. Nou, dat kan niet, bij wijze van spreken. Ja. Dat is niks. En er is al zeg maar een hele shock over wat je denkt dat het moet kunnen zijn. Waarom vinden mensen dat zo lastig, Dan? Is het echt tornen aan een nostalgisch beeld? Of is dat gewoon echt dat mensen eigenlijk gewoon best wel naar zijn? Nee, dat is... Sorry. Kijk, fantasy, science fiction en horror zijn heel lang subculturen geweest. Ja. En mensen die onderdeel waren van die subculturen, die voelden een heel sterk gevoel van eigenaarschap. Ja, die zei, wat hier ook eerder werd gezegd. Ik onderscheid me van anderen. Ik ben anders dan de gewone, weet je wel, mensen die naar gewone films gaan. Ik hou echt van horror. Of ik hou heel erg van fantasy. En dat is mijn ding. En ik heb nou een groepje mensen om me heen en daar voel ik me thuis. Maar het gekke is dat ook binnen die groepen, dat de soort van sociale orde van de mannen eerst, weet je wel, en de vrouwen mogen misschien mee. Ik weet dat of iedereen die fake girl fan meme kent, weet je wel, dat idee van als je vrouw bent en je houdt van en je bent een geek, ik zie helemaal vrouw, zie ik zo knikken, dat je ergens keihard veel harder moet werken om te bewijzen dat je ook, weet je wel, weet wie de verschillende kapiteins van de Enterprise zijn geweest over de jaren, of dat moet je alle bewijzen, boeken van je moet altijd bewijzen dat je erbij hoort. Het is nog erger voor zwarte fans in die genres. Het is het idee van ja, maar het is onze club altijd geweest. We zijn nu in een fase beland waarin al die categorieën van sociale macht die vanzelfsprekend toebehoorden aan die ene groep witte heteroseksuele mannen, dat die niet meer zo vanzelfsprekend is. En dat er andere groepen zijn die zeggen, net als precies bij de Hugo Awards en de Sick Puppies en al dat, zijn allemaal, Zwarte Piet in Nederland is net zo'n ding. Het is van, wacht, wij zijn er ook, hou even fucking rekening met ons. Weet je wel, wij horen er ook bij. En doe niet zo alsof wij niet gelijkwaardig zijn in die groep. Maar dat betekent dus dat je, en dat heel, voor heel veel mensen is dat van, ja, oké, in theorie prima, weet je? Mensen vinden in theorie heel veel dingen prima. Maar verander niks aan de verhalen of de dingen die we hebben. Want, want die zijn van mij, en daar heb ik heel veel tijd in gestoken. Maar denk je echt dat komt uit de subcultuur van fantasy-liefhebbers zelf? Of is het zo, dat vermoed ik namelijk, dat wanneer iets mainstream wordt, zo'n trailer komt op YouTube te staan, daar reageert de massa op, dat zijn dezelfde mensen die ook moeite hebben dat Zwarte Piet verandert. Nee, toch? Dat is toch de mainstream wereld die daarop reageert. Niet zozeer de liefhebbers zelf, want volgens mij zijn die juist veel ruimdenkerder. Nou, dat dacht ik dus in het begin ook. Maar dit is slecht nieuws. Een onderwerp waar ik samen met mijn studenten heel veel onderzoek naar doe. Ja. Dus precies kijken op van, hoe zitten fangroepen in elkaar? Hoe opereren die online? En hoe doen die aan verschillende vormen van gatekeeping? Dus het is precies van, wie hoort er wel bij en wie niet? En dan zie je dat er waren een paar momenten, ongeveer 10 jaar geleden, die heel bepalend waren voor een schifting in die fancultuur. En dat waren de Ghostbusters remake en de Gamergate-beweging. En
allebei die dingen waren reactionaire bewegingen. Wacht even, van... wat zijn dat? Oké, okay, dus de heel kort. De Ghostbusters was een film uit de jaren 80. Ja. Over een paar mannen die een paar nerds die het opnemen tegen spoken. Sony, van die eigenaar is van de Ghostbusters en dat logo, die zei: shit, dit is heel veel vet geld waard. Heel veel mensen die zijn ermee opgegroeid. Wij gaan een nieuwe Ghostbusters maken, maar we gaan mee met onze tijd. We gaan de Lady Ghostbusters maken. Hè? Dus wij gaan een Ghostbusters maken met de vier grootste vrouwelijke komieken van nu. En dan met een knipoog hebben die dan Chris Hemsworth als hun sexy secretaresse. De trailer die werd uitgebracht op YouTube, dit is in 2013. En vanuit de fangroepen, fans van Ghost, dus echt de hardcore fans van science fiction en fantasy, is een campagne georganiseerd om van die trailer, van een film die nog niemand gezien had, de meest unlikte video aller tijden op YouTube te maken. En het is gelukt, dit is nog steeds. Sommige mensen hebben echt hobby's nodig. En als je daar dan de comments gaat lezen en bestuderen, dan is het van, you're ruining our childhoods, and it's not that I hate women, but... Weet je, alsof je een goed einde aan die zin kan maken. En het rare is, weet je wel, die oude film houdt niet op te bestaan of zo, weet je wel. Die is er gewoon nog steeds. Ja. Maar het idee dat er dus ook een Ghostbusters film met vrouwen was, dat was van, ja, nee, dat gaat echt veel, veel te ver. Ik wil best mijn vriendin meenemen naar Ghostbusters, maar ik ga niet naar vrouwelijke Ghostbusters zitten kijken. Ja. Ja, en Gamergate was een campagne omdat er binnen de gaming-industrie... Ja, meer aandacht ontstond voor het feit dat games, de hele gaming-industrie werd gereguleerd door mannen. Dat het werd gezien als een industrie voor mannen. En dat, nou ja, het mooiste voorbeeld is natuurlijk, je bent Mario, weet je wel, je speelt Super Mario. Jij bent Mario, dus je bent een mannetje. En je wordt beloond met de prinses aan het eind die je moet redden. Dat is de rol die vrouwen hebben in gaming. En dat is op alle genres, in alle fronten. En er begonnen vrouwen, die begonnen hun stem te verheffen. Zeggen van, ja, hallo, ik game ook. Waarom moet ik altijd of zeg maar de sexy girlboss zijn of de witch die daar ergens op komt dagen, maar niks anders. Er is gewoon niks. Ik zie mijzelf nergens terug. Mm-hmm. Kunnen we ook wat games maken? Gewoon misschien een paar waarin vrouwen op een andere, meer wat opener manier worden neergezet. Mm-hmm. En dat riep zoveel woede en haat en harassment op vanuit gamercultuur. En dan gaat het dus niet om de mainstream mensen die eromheen hangen, maar dat is echt de hardcore gamers die zeggen, nee, dit is onze cultuur, dit zijn onze games, daar mag niks aan veranderen. Maak jullie eigen medium, iets anders dan games of zoiets. Ja. Maar ga dit niet doen. En iedereen die zich er tegen uitsprak, die werd systematisch gekrenkt, vernederd, bedreigd. Mensen moesten onderduiken omdat het ze zo onveilig werd gemaakt. Ja. En dat waren momenten, en daar hebben we nog steeds een soort van lange nasleep van. Maar het was natuurlijk ook een manier waarop soort van extreem rechts ten dele die discussie gekaapt heeft. En het was niet zomaar soort van reactionair vanuit het reactionair zijn of nostalgie of wat dan ook. Mm-hmm. Het is ook iets wat echt gebruikt is om ook dingen zoals fantasy en oude nostalgie een soort van te verdraaien tot iets naars op een bepaalde manier. Ja. Maar is het gekke, is het eigenlijk al het mooie er ook weer niet aan dat als er zoiets ontstaat, er dus juist ook weer ruimte ontstaat voor een tegenbeweging of een verandering. Dus wat dat betreft, dat het eigenlijk ook wel mooi is dat die puist uitgeknepen wordt, zeg maar. Ja, ik denk dat het ook heeft laten zien, Gamergate. Het was echt heel sullig ook. Dat je ook aan zit te kijken, hebben jullie nou in godsnaam over? Ik denk dat dat ook wel heeft geholpen met heel veel mensen die niet zo hardcore erin zaten om te zeggen van, oh ja, dit is eigenlijk inderdaad heel stom. Ja. Dus eigenlijk als we naar de toekomst van fantasy, van de games, van de boeken, van de films en de series kijken, ook vooral als we het over inclusiviteit hebben, zien we dan iets positiefs? Ik zou zeggen, het is inmiddels een achterhoedegevecht geworden. Okay. Weet je, er zijn mensen die zich vastklampen aan het idee van dat moet altijd zo blijven zoals het was, want daar ben ik mee opgegroeid. Ja. Maar er is een hele nieuwe generatie aan schrijvers, aan gamers, weet je wel, aan een veel diversere groep die daarmee bezig is. En dat is de overgrote meer mensen. Het zijn meer mensen. Ja. Het zijn er veel meer. Ja. Dat is echt. Het zit ook volgens mij allemaal hier. Dat, weet je, en al die generatie die sterft op een gegeven moment uit. Dat zie je op Dat klopt. En die dat zeggen is wel van, waar. En het mooie no van, offense. Het mooie van het genre is juist dat er onbeperkte mogelijkheden zijn. Dus waarom zou je je vastklampen aan van nee, we moeten zeg maar eindeloze variaties van het fucking, weet je wel, Joseph Campbell Hero's Journey continu doen over hoe een jongetje zijn tribe moet verlaten en zijn vader dood moet maken en dan terug moet keren als man. Weet je, dat is gewoon een heel
suf saai verhaal. En dat hebben we al eindeloos veel keren gezien. Ja. We zien nu een veel bredere range aan verhalen die we krijgen. Ja. En daar is iedereen volgens mij heel blij mee. Ook witte mannen die dat leuk vinden. Het is natuurlijk ook een hele grote menigte die gewoon consumeert. En die gewoon lekker dit tot zich neemt. En die gewoon vrouwen Ghostbusters als hun film van Forever. Wow, dat was mijn jeugd. Vrouwen Ghostbusters. Als filosoof kijk ik ook altijd als filosoof naar die films. En dan heb ik er heel veel. Dan praat ik er heel lang over met mensen die dat ook leuk vinden. En soms als ik er dan praat met mensen die niet zo soort van fantasy en sci-fi consumeren, dan denken ze echt, waar heb je het over? Ik zag draken. Van, en dat was dan... Wat ook mooi is. Het is ook mooi om draak te zien. Maar dat is prima, maar ja. Ik denk wel maar dat... Maar zijn gradaties erin? Het zijn verschillende manieren van consumeren. Je kan er gewoon heel veel mee met fantasy op dat punt. Dus het is ook gewoon heel prettig om daar verder in te gaan, denk ik. Dan hoef je het niet te zien, maar het kan er wel zijn, zeg maar, voor die verdieping. Mag ik een hard applaus voor Thomas Onheuvel, Dennis de Forest, Lise Korpershoek en Freya Terpstra. En natuurlijk ook nog een heel erg hard applaus voor onze geweldige stagiaires. Zonder hen was dit programma er niet geweest. Dank ze van harte, jongens. Ja.